Welkom iedereen bij deze nieuwe stream. Vandaag spelen wij dus Freddy Fish en de zaak van... Het gaat over een pretpark. Ik weet het ook niet. Het is deel 5 in de serie. En ik heb geloof ik 3 delen ooit in mijn leven gespeeld. Maar wat ik al zei, dit is echt het allereerste spel wat ik ooit heb gezien bij een kennis thuis. Die speelde het en ik dacht van, wat is dit? Dit is zo fantastisch. Je hebt dus het speelt onder water af. Je hebt een vis en dan deed Freddy. En je hebt dan Lubas, dat was dan een vriendje van hem. Die was een beetje het domme karakter. Nou ja, dom. Die was een beetje, ja, Lubas, denk ik. Gewoon Lubasje. En op een gegeven moment, Freddy was een beetje de hoofdpersoon natuurlijk. Hè? Vrouwelijke hoofdpersoon. En zij was gewoon slim. En ja, weet je, het was gewoon leuk. Het was een duo. Net als Ernst en Bobby, Bassie en Adriaan, Samson en Gert... is het ook Freddy Fish en Lubas. Alleen het heette altijd gewoon Freddy Fish. Want het draaide natuurlijk vooral om haar. Maar ja, ik snap ook niet waarom het ooit geen Freddy Fish en Lubas heette. Ja. Oké. Okay. Jazeker, 2 camera's. Even een kleine nieuwe opstelling. Maar laten we snel beginnen met de game. Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw. Ja, inderdaad. Moet een beetje denken aan K3 gelijk, hè? Maar als het goed is, hebben wij gelijk ook in-game geluid. En dan gaan we gelijk beginnen met het spelletje. Zeker weten. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk 4.3 scherm. En ik moet het een beetje gewoon bijstellen, maar... We zijn het zit wel goed. Laten we oma Octavia vertellen waar we vandaag naartoe gaan. Zo, ze gaat kloppen bij oma Octavia. Hallo allebei, Freddy en Lubas. Hey, hallo. Oma. Hi, oma Octavia. Ik voel me ook oud, hoor. We kunnen niet heel lang bij je op bezoek komen. We zijn op weg naar het pretpark Koraalgrot. Veel plezier. En doe geen domme dingen. Dank u wel, oma. Dag. Kijk. Ja, het is echt een point-and-click game, zeg maar. Wacht op mij, Freddy. Ja, Lubas. Het leuke is dat die acteurs... Lubas was eigenlijk iemand uit België. Maar die moest een zo Nederlands mogelijk accent neerzetten voor het karakter. Heerlijk, jongens. Welkom iedereen bij de stream. Dit is dus Freddy Fish. En ik heb dit spel nooit gespeeld. Dus ik weet niet of het moeilijk gaat worden. Het is inderdaad van de makers van Poet Poet, Pyjama Sam, Spy Fox. Wat hadden we nog meer? Ja, nou ja, Poet Poet had ik gezegd, hè. We hadden nog eentje. We hadden nog... Ja, ik weet het niet. Spy Kids? Nee, ik weet het niet. Nou, in ieder geval, we gaan lekker beginnen. En het leuke van het spel is dat je dan kan klikken. En je moet hun de weg wijzen. Maar je kan ook gewoon hierop klikken. Oh, er gebeurt niks. Zo komen we bij het pretpark Koraalgrot. Pretpark Koraalgrot. We gaan dus naar een pretpark. We kunnen ook op het knopje drukken. Kijk, er gebeuren allemaal dingetjes. En hier. Hey, kijk eens. Iemand wrijft lekker in zijn handen. Heerlijk, Dominius. Welkom. We gaan hier rechtsboven. Het is gewoon een lekker spelletje. Gewoon leuk. Moeten we de walkthrough voor je opzoeken? Misschien. Als het te moeilijk wordt, dan mogen jullie best wel helpen. Wat voor poster? Kegelhuizen. Team Lijm. Kijk, we hebben nieuwe posters hier. Hey, nee! Lijm. Dit verzin je toch niet? Dit verzin je toch niet, jongens? Dit... Nou, ja, dit is toch mooi. Team Lijm, ik zie het al precies ook op dat bord, ja. Ja, dit is mooi. Lekkere lijmpie in de chat. Goed, wat hebben we nog meer? Dit zijn allemaal reclames natuurlijk voor dat pretpark. Wim's waterflessen, opheffingsuitverkoop. Altijd goed. Bedankt Poseidon voor planktos. Is dit een woordgrap of begrijp ik hem niet? Bedankt Poseidon voor planktos. Misschien is dat gewoon zijn naam. Marlijn. Klinkt als een of andere magier of zo. Denk ik. Oh, oké. Okay. Iemand uit het leger. Je kan blijven klikken, hè. Elke keer wat anders. Vadervis. Bouwwerken. Sams snuisterijen. Snuisterijen of zo. Wat staat daar? Nou ja, maakt het uit. Een nieuw spel? Nee, dit is geen nieuw spel. Dit is echt een heel oud spel. Maar het is deel 5 uit Freddy Fish. Kunnen we hier nog op klikken? Oh, nee. We gaan hier naartoe. We laten ons toch niet tegenhouden door zo'n stom zeemonster.
Als wij het pretpark Koraalgrot in willen, dan doen wij dat toch. Laten we het monster verdrijven. Dat zeg ik nu ook altijd. Jaag het monster weg. Mag ik even? Ik ben Freddy Fish en dit is mijn vriendje Loebas. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben Mario Sardini. Ik heb de Koraalgrot ontwikkeld en er een prachtig pretpark van gemaakt. Oké. Maar burgemeester Marlijn heeft het pretpark gesloten omdat er in de buurt een zeemonster is gesignaleerd. En wij staan niet toe dat zo'n zeemonster ons plezier vergalt. Of wel soms. Nee. Oké. Hey ho. Wacht eens even. Heeft iemand dat monster gezien? Ik ben met twee hoedjes geschrokken. Het heeft mij ook de stuiper op het lijf gejaagd. Hier zit een vislukje aan. Maar Freddy, wij zijn toch ook vissen? Nee, Loebas. Ik bedoel dat hier iets niet helemaal klopt. Zo'n boze menigte lost niets op. Loebas en ik gaan uitvissen wat dat zeemonster nu eigenlijk wil. Maar jullie moeten ons wel wat tijd geven. Daar zit wat in, Mario. Laten we die kinderen een kans geven. Goed dan. Je hebt tot het einde van de dag. En dan jagen we dat zeemonster uit ons pretpark. Afgesproken. Jeetje, ik weet niet, Freddy. Een zeemonster, dat klinkt best wel doodeng. Maak je geen zorgen, Loebas. Ik weet zeker dat er een logische verklaring is voor het feit dat het zeemonster iedereen de stuiper op het lijf jaagt. We moeten beginnen met het pretpark Koraalgrot in te gaan en naar aanwijzingen te zoeken. Oké. Nou, logisch. Het pretpark wordt dus niet geopend. Wow. Oh. Waar willen jullie naartoe? Wij gaan de Koraalgrot onderzoeken. Niemand mag het pretpark in, luidjes. Orders van burgemeester Marlijn. Maar wat als we alleen maar willen helpen? Is er helemaal geen manier om erin te komen? Je mag er alleen in als burgemeester Marlijn zijn handtekening onder deze vergunning zet. Daar gaan we voor zorgen. Oké. Nou, we hebben dus een papiertje gekregen. En we hebben dus wel, ja, het zegt het al een beetje. We hebben dus, we kunnen daar niet naar binnen. We kunnen nog niet naar het pretpark toe. Hierachter ligt het pretpark. We gaan eerst maar even naar rechts dan. Ik weet niet wat voor icoon dat is, maar, oké. Ik weet ook niet waar die burgemeester zit. Nogmaals, ik heb dit spel nog nooit eerder gespeeld. Hey Larson, zegt Freddy Fish, leuk. Ja, lekker nostalgisch. Wat is het doel van het spel? Nou ja, het verhaal is al verteld natuurlijk. We moeten uitzoeken wat dat zeemonster is in dat pretpark. Kunnen we hierop klikken? Oh. Ja, je kan altijd gewoon een leuke interactie doen. Als het pijltje dan wit kleurt. We kunnen die kant op en we kunnen daar naartoe. Oh, en we kunnen ook nog daar naartoe en we kunnen onder. We kunnen vier kanten op. Nou, we komen hier vandaan geloof ik. Dus we kunnen... Ja, wat zullen we doen? Gewoon rechts eens kijken dan. Oh, leuk dat beeld dat zo meegaat. Wat grappig. De kapper. Kunnen we daar naar binnen? Nee, zit op slot. Ik zie wel een soort van plusje. Die deur is gesloten. Oké, daar kunnen we niet naar binnen. Het mooie is dat je elke keer andere animaties hebt. Echt, soms echt tot 10 of 20 animaties. Echt bizar. Soms ook maar 3. Maar het is best leuk en verslaafd om af en toe gewoon even te klikken. Prachtig. We kunnen nog verder naar rechts. Ik weet niet wat daar dan is. Maar we hebben daar een toffee en snoepwinkel. We zien ook een karakter daar. Met allemaal flessen. Wat voor instrument bespeel je? Kruiken. Jij bent goed. Niet zo goed als ik zou kunnen zijn. Ik kom nog 1 kruik tekort. Ah. Deze glazen fles is geen goede vervanging. Als ik nog een kruik zou hebben, zou ik deze fles helemaal niet nodig hebben. Oké, dus deze kruik? Oh. Ik ben gek op kruikenbandmuziek. Dit kun je geen muziek noemen. Glazen flessen kunnen geen wijs houden. Waarom gebruik je hem dan? Omdat ik 1 kruik kwijt ben. Als ik een kruik zou hebben,
hoefde ik deze glazen fles niet meer te Shadow, gebruiken. Shadow, dit is voor jouw tijd, denk ik. Dit is, zeg maar, echt toen ik... ik denk een jaar of... Hoe oud was ik? Misschien 10 of zo? Ik weet het niet. Toen was dit het eerste spel wat ik eigenlijk zag. Ik ben 35. Oh, Shadow, dan moet je dit spel kennen. Dan moet je Freddy Fish kennen. Ik ben Freddy Fish en dit is mijn vriendje Loopas. Hallo, ik heet Salm. 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 Gratis toffee. Het is Vanille? Een toffee-machine. Koffie? Oké. Bram, peperbes, zilte garnaal, kiwi knauw, jollerius, hete brokjes, boterschaafsel, knoflook, scheutsambal, vanille. Ik denk dat het voor vanille gaat. Kan ik dat gewoon... Ja, het is gratis. Vanille. Een pastier van vanille. Lekker hoor. Ik wil wel zo'n kopje. Hoe moet ik dat regelen? Heb je dat ding? Is het lijm? Ik weet het niet. Oké, dit is heel apart. Maar daar is die. Ik weet dat dat een lekkere was. We moeten het de volgende keer proberen te vangen. Oh, dus ik moet proberen om er zo snel mogelijk erop te klikken, denk ik dan of zo. We gaan het nog eens proberen. Oké, zodra die in de lucht is, moet ik er... let op, komt-ie, hè? Ja, wrijf bij die handjes. Komt-ie, hè? Komt-ie. En... Ja, ik heb hem. Maar wat hebben we hier dan? Yummy, dit is een blijvertje. Ik weet niet wat ik hiermee kan. Ik denk dat het gewoon een extraatje is. Ga met die vrouw praten. Hoe kun je langer genieten van je toffee? Als je een van de gelukkigen bent die een beugel draagt. Nou, eigenlijk past een beugel het beste bij toffee. Dan kun je er lang van genieten. Ik wou dat ik een beugel had. Jongen, jongen. Oké, deze mevrouw die geeft mij, die gaat mij niet helpen. Maar het zou kunnen zijn dat hier een kruik van gemaakt kan worden. Maar we gaan wel uit de winkel. Zo. Nou, we moeten hem dus waarschijnlijk gaan helpen met zo'n kruik. Dus dat moet ik even onthouden. We gaan verder naar rechts. Wat hebben we daar dan weer? De grijper. Oké. Kunnen we die gebruiken? Ik zou graag wat willen winnen met die grijper. Het kost maar één paarse zee-egel om te spelen. Oh nee, niet de paarse zee-egels. In elk spel zijn er paarse zee-egels. En ook in dit spel heb je er eentje nodig om te grijpen. Er liggen nog niet echt objecten in die ik nodig heb. Maar ik weet 100% zeker dat ik sowieso iets nodig heb uit deze grijpmachine. Sowieso. Dat kan niet anders. Wie is dat? Is dat niet de burgemeester? Hij ziet er wel uit als een soort van burgemeester. Hallo. Ik ben Kees, de kaartspecialist. Oh, nee. Leuk kennis met je te maken, Kees. Ik ben Freddy en dit is mijn vriendje Loopas. Oké, de kaartspecialist. Ik ga spelen. Je zult vast wel eens last krijgen van je ogen. Ik ben mijn bril kwijtgeraakt in de getijdenpoelen waar die moddervissen zijn. Hoe kun je je kaarten lezen? Met deze microscooplens lukt het net. Dat is afschuwelijk. Als jullie mijn bril vinden, kan ik weer kaarten lezen. We zullen je helpen je bril te vinden. Bedankt. Oké. Ook nog een soort van zijquest. Dat we ook nog zijn bril moeten gaan zoeken. We kunnen hier niet verder naar rechts. Ik zie ook niks liggen wat ik misschien kan oppakken, geloof ik. Nou, dan gaan we maar gewoon weer lekker naar links. Zo. We kunnen ook op escape klikken. Dat gaat iets sneller, zoals je kan zien. Dan skip je de animatie. Zo. Nou, de kapper kunnen we ook nog niet naar binnen. We zijn nog een steek verder gekomen. Ik kan nog even naar links gaan. Want daar moeten we nog het een en ander zien te... Jij ziet eruit als Harry Hai. Dat komt omdat we een tweeling zijn. Ik heet Harriet. Ik ben Freddy en dit is mijn vriendje Loopas. Aangenaam kennis te maken. Hetzelfde. Oké. Jij en Harry lijken echt veel op elkaar. Dat hoor ik al mijn hele leven. Je hebt zelfs hetzelfde koffertje. Oh, nu ga je dingen verzinnen. Oké. Maar hier is dus een koffer en er ligt iets in. Hoeveel kost de lijm? Eén paarse zee-egel. Een lagere prijs zul je niet vinden. Oh nee, ik moet lijm kopen in de game. Waarom? Dit is zo eng en toevallig. Ik wist dit niet. Ja, ik moet gewoon lijm kopen. Ik denk dat sowieso. Dit is een Lego winkel. Dat kan niet anders. Dit is een Lego winkel. Oh jee. Ik hoor spannende muziek in één keer. Maar wat is dit nou weer? Hallo. Burgemeester. Oh, de burgemeester. Ik ben Freddy en dit is Loopas. We willen de burgemeester graag spreken als dat mogelijk is. Ik ben Karel.
De burgemeester heeft tijd voor jullie zodra ik klaar ben met zijn schoonheidsbehandeling. Och. Ik ben alleen mijn nummer 12 vinden kan vergeten. Waar kan hij liggen? Hij moet nog in mijn kapperszaak zijn. Ik ben tegenwoordig ook zo afwezig. Oké. Ik zal hem gaan zoeken. Wij zullen hem gaan zoeken. Als je dat wilt. Wat lief. Zwem zo snel mogelijk naar mijn kapperszaak. Daar zou de vinnenkam moeten liggen. Kijk een sleutel. Oh, oké. Kijk een sleutel. Kijk, dit is goed. Hang deze sleutels aan het haakje in de kapperszaak als jullie de vinnenkam hebben gevonden. Oké. Nou, dit is wel vrij duidelijk. We gaan dus met de sleutels gaan we dus naar zijn kapperszaak. Halen we die kam, kan hij die schoonheidsbehandeling verder doen. En dan kunnen wij in ieder geval die brief laten ondertekenen door de burgemeester. He, dat is... Ik kan nog verder naar links om te kijken wat daar is. Ik heb daar nog niet gekeken namelijk. Ja, de meneer de burgemeester. Sams Snuisten... Wat is dat dan? Hallo! Is daar iemand? Snuisterijen. Wij zijn het, Freddy Fish en Lubas. Hey, luidjes. Ik ben Sam. Ik probeer dit bord te repareren. Luidjes? Heeft hij tegen ons? Ja, joh. Bijna weer tippie-toppie. Behalve die bout waarmee dat bord vastgemaakt moet worden. Hij is in die Venusschelp gevallen. En ik zit hier vast. Misschien kunnen wij die bout uit die Venusschelp krijgen en je helpen het bord vast te maken. Het zou helemaal cool zijn als jullie ook nog aan een moersleutel konden komen. Je hebt een bout en een moersleutel nodig om dat bord te repareren. Hé, hey Freddy, dat doet me denken aan een raadsel. Hoe laat is het als een olifant op een hek gaat zitten? Weet ik niet. Tijd om een nieuw hek te kopen. Zag je dat? Je hebt de schelp aan het lachen gemaakt, Lubas. Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat. De schelp lacht en haar mond open. Dankjewel, zeg. Hey, dankjewel. Doe wat je kunt om mij uit deze precaire situatie te bevrijden. Ja. Help je graag. Ik moet dat ding waarschijnlijk aan het lachen krijgen. Ik kan erop klikken. We moeten de schelp heel hard aan het lachen krijgen. Dat is de enige manier om die bouw terug te krijgen. De schelp lachte niet hard genoeg om je raadsel, Lubas. Kun jij een ander soort grap bedenken? Mijn hoofd is een zeef. Ik kan niets bedenken. We moeten de schelp een ander soort grap vertellen. Oké, nou dat is logisch. Jammer dat we die winkel niet in kunnen. We moeten dat bord repareren. Je hebt gelijk, Freddy. We hoeven alleen maar die bout uit die schelp te halen en hem met de moersleutel aan het bord vast te maken. Oké, dus we hebben nog sowieso een moersleutel nodig en we hebben iets nodig om dat schelpje te laten lachen. Nou prima toch? Hé Erik, we gaan door. Nou, hallo, daar ligt volgens mij een moersleutel. En dit is mijn vriendje Lubas. Hoi. Hey, hallo. Mijn naam is Handige Henk. Ik pak gewoon dat ding op. Waar gebruik je deze voor? De moersleutel. Die gebruik ik om dit grote schip uit elkaar te halen. Ik kan geen fles vinden die groot genoeg is om het ding in te stoppen. Dat moet erg moeilijk zijn. Het is verschrikkelijk. Als ik nu maar een fles had die groot genoeg was voor het schip, dan had ik de moersleutel niet nodig. Misschien kunnen we er eentje voor je vinden. Ja. Dat geweldig zijn. Ik weet hoeveel... Inderdaad, Sharon. Even wrijven in die klauwkies. Het is zo dat die vent die zat te blazen op die kokers, op die flessen. Dat daar een lege fles stond. Als ik die nou kan meenemen, maar waarschijnlijk moet ik die ruilen. Dan kan ik die inleveren bij die. Pak ik de moersleutel voor dat winkeltje. We hebben weer een oplossing gehaald. Dus dat zou mooi zijn. Oké, nou dat houden we even in de gaten. We gaan terug... En ik kan escape doen, dan skippen wij weer lekker die animatie. Hoppakee. Richting een speedrun. Kunnen we hier ook naar binnen trouwens? Zijn we daar al geweest? Oh ja, dat was de burgemeester, hè? Dat klonk niet echt als een burgemeester, maar... Dankjewel voor de puffervis. Dat is wel een hele goeie trouwens, ja. Oké, we hebben de sleutels voor de kapperszaak. Voor Albert. Oké. We gaan die gebruiken op die deur, maar ja, wat moeten we gebruiken? Ik zou wel de goede pakken. Welke zou het zijn? Welke zou het zijn? Dankjewel, Just Renzo, voor de follow. Ik gok deze. Misschien is het deze sleutel. Ja. Yes! Oké, we gaan naar de kapperswinkel. Gelukt! We zijn binnen, Lubas! Joepie!
Heerlijk. Het is leuk om een game uit mijn kindertijd te zien. Zo, dat bedoel ik. De sleutels hangen aan het haakje, zodat Karel ze makkelijk kan vinden. En ik zie al een stel binnenkomen. Oké, we hadden deze nodig volgens mij. Of niet? Hadden we die 12 nodig of die 7? Oh jee. Oh, ik heb niet... Heb ik opgelet? Het was 7 of 12. Die 12... 7. Ik dacht die 7. Was het toch 12? Oké, ik ga voor 12. Het was een twijfel. Ik weet niet waarom, maar ik twijfel tussen 7 en 12. Dit moet de vinnenkam zijn die Karel nodig heeft voor de schoonheidsbehandeling van de burgemeester. Daar zullen we snel achter komen. Wat kunnen we hier nog doen? Even kijken. Al die dingen ook. Daar doe je het eigenlijk voor, hè? Gewoon even om je heen te klikken. Oké, we gaan door. Wacht, ik ga toch nog even naar die man met die flessen. Maar misschien kan ik die gewoon meenemen natuurlijk, hè? Kijk. Ja, ja, ik vond dat... Ik moet hem omruilen. Klaar. Nog niet. Nee, maar nog één stream komt eraan en dan gaan we hem afbouwen. Ja. Oké, we gaan terug naar de burgemeester. Moeten we hier naar binnen? En dan gaan we die kam geven aan die man. Zo, alsjeblieft. Dit zou de juiste vinnenkam moeten zijn, Karel. Oh, je bent zo efficiënt. Kun je de schoonheidsbehandeling van de burgemeester nu afmaken? Maar natuurlijk, ik ben zo klaar. Oké, nou, hoe gaat hij dat doen? Niks vanaf. Klaar. Tot morgen, burgemeester Marlijn. Uitstekend. Uitstekend. Die bakjes ook met dat water. Oh, dan neemt ze gelijk mee. Oké. Okay. Nou, hij ziet er weer stralend uit. Ik denk gelijk dat ik dat briefje... Want ik moet een handtekening krijgen van de burgemeester. Ik geef hem gelijk aan hem. Burgemeester Marlijn, we hebben hier een vergunning die we u wilden laten tekenen. Hiermee kunnen we de koraalgrot betreden, zodat we het mysterie van dit angstaanjagende zeemonster kunnen oplossen. Kijk hem lachen. Huh? Oh ja, er is een zeemonster dat de burgers van de koraalgrot terroriseert, nietwaar? Ja. Hij lijkt op Trump, ja. Die onderkin. Burgemeester Marlijn. Hallo, de koraalgrot. Mooie timing hier. De burgers van de koraalgrot treffen het maar dat jullie hier zijn in deze tijden. Wow. Dankjewel, FB Games. Heeft net een nieuw 75.000 bits badge verdiend. Kijk, lekker man. Dankjewel. Oké, we hebben nu een handtekening. Ik kan nog naar één plek waar ik nog niet ben geweest. We kunnen ook gelijk naar het pretpark toe, maar dat doen we nog even niet. Ik wil nog alleen eventjes daar naar boven toe, want... Ja, het is leuk. Ik heb het spel nooit gespeeld, dus het is voor mij allemaal nieuw waar ik naartoe ga. Oh jee, een clown. Hallo, ik ben Rollo. Wie zijn jullie? Leuk je te ontmoeten, Rollo. Ik ben Freddy Fish en dit is mijn vriendje Loebas. Prettige kennismaking. Zei je clown. Maar in ieder geval, ik denk dat wij misschien wel van deze clown een grapje kunnen halen voor... Je snapt hem, hè? Je snapt hem. Voor die schelp, ja. Oké, we gaan eens kijken. Wat is er dan? Woordspeling, een raadsel en klop-klop. Wat is grappiger? Ik vind een woordspeling vaak grappiger dan een klop-klop of een raadsel, maar... ik klik hem gewoon op. Wat dacht je van een woordspeling? Steeds hetzelfde liedje. En jullie kunnen helemaal niet zingen. Hij plaagt ons alleen maar, Freddy. Oh,
Ik kan nog veel meer konijnen uit mijn hoed toveren. Dat is maar een voorbeeld. Hij zegt saai. Doe nog één keer, hè? Wat dacht je van een woordspeling? Steeds hetzelfde liedje. En jullie kunnen helemaal... Oh, hij doet hetzelfde, ook een raadsel. Vertel eens een raadsel. Welk dier is beroemd? Geen idee. Een zeester. Ha, goeie! Ik heb nog een hele kast vol van dat soort dijenkletsers. Ik wil een klop-klop-mop horen. Klop-klop. Wie is daar? Pier. Pier, wie? Pier, zing. Hehehe. Ik heb massa's klop-klop-moppen waarvan je niet meer bijkomt. Dit is maar een voorbeeld. Hoeveel kosten jouw grappen? 3 paarse zeeegels per stuk. Oké. En als je niet 100% tevreden bent met de grap die je koopt, kun je hem terugbrengen en inruilen voor een andere grap. Oké. Nou, het is alweer duidelijk dat we minimaal een aantal paarse zeeegels moeten vinden. Gewoon puur om een grapje te kopen voor die schelp. We gaan dit onthouden. We kunnen naar links of daar naartoe. Ik denk als je daar naartoe gaat, ga je terug naar waar we vandaan kwamen. Dus ik ga je naar links, als ik het goed heb. Ja. Hallo. Relkaarten. Ik ben Freddy Fish en dit is mijn beste vriendje Loebas. Wie ben jij? Ik ben Kabeljauw. Ik ben werkzaam in de ruilkaartenbusiness. Prettig kennis met je te maken, Kabeljauw. Oké, maar hij heeft dus ruilkaarten? Je hebt een heleboel ruilkaarten. Ja, en ik hanteer een niet aanraken beleid. Tenzij je een kaart wil ruilen natuurlijk. Oké. Ik begrijp het. Laat me maar weten in welke kaart je geïnteresseerd bent. En zodra je een kaart hebt om te ruilen, kunnen we zaken doen. Ik snap het. Oké, nou prima, dan snap ik dat. We gaan door naar... Achter, hey, daar ligt mijn eerste paarse zeeegel. Dat is een paarse zeeegel. Goed gezien, Freddy. Dat is mooi. We hebben de allereerste verzameld. Nou, nog... waarschijnlijk zijn er 7. Vaak zijn er 7. Wat is dit voor foto? Kijk, een ruilkaart. Hey! Dat is mijn dak, hoor. Oh. Die spelen gewoon in met 200 km/u. Jij gebruikt de ruilkaart als dak? Totdat ik een van deze super deluxe kegelvormige daken krijg, ja, is dit mijn dak. Oeps, we zullen er weer op zetten. Misschien kunnen we een oranje kegelvormig dak voor je vinden. Dan zou ik dit gammele ruilkaartendak niet meer nodig hebben. Oost-west, thuis best. Een beetje privacy is alles wat ik wil. Dat is de stem van André van Duin. Nou, die stem niet hoor, denk ik. Dat denk ik niet hoor. Oké, we kunnen daarna binnen. We kunnen echt weer alle kanten op. Het is echt niet normaal. Deze game wordt steeds groter. Wie is dat nou weer? Hoi, Eensteen. Hoi, Freddy. Hoi, Loebas. Hoe gaat het? Oh, gaat wel. Ik ben voedselmonsters aan het analyseren. Maar helaas ontbreekt de lens van mijn microscoop. Dat maakt het er niet makkelijker op. Vrijwel onmogelijk. Misschien kunnen we een microscooplens voor je vinden. Dat zou fantastisch zijn. Dan zou ik verder kunnen gaan met het analyseren van deze voedselmonsters. Aha, oké. Nog even terug te komen op die man die microscoop in zijn oog had. Die wilde een bril. Dus als ik een bril ga zoeken, dan kan ik die microscoop naar hem brengen. En dan krijg ik wellicht weer iets waar ik... Ja, oké, goed. Maar hier verder niks te doen, denk ik. We gaan weer eruit. Ja, het is allemaal een beetje logisch allemaal. We kunnen hier even naar boven. Oh, die mevrouw weer met een boek daar. Opvallend. Hoi, ik ben Freddy Fish. En dit is mijn beste vriendje Loebas. De naam is Sandra. Sandra de sergeant. Sandra de sergeant. Dat oefeningenboek ziet er interessant uit. Dat is het zeker. Ik gebruik de oefeningen om deze tetras in vorm te krijgen. Hoe bedoel je? Ik ben mijn medaille kwijt. Dus de tetras hadden wat moeite om mijn autoriteit te respecteren. Te respecteren? Met het boek kan ik tenminste nog wat druk uitoefenen. Dus, als we je medaille vinden, heb je het oefeningenboek dan nog nodig? Nee. Jullie mogen het oefeningenboek hebben als ik mijn medaille terug heb. Oké, die moeten we ook weer gaan zoeken. Een medaille.
Wat is dit voor een ding? Ziet eruit als een puzzel. Is dit een aap? Oké, we kunnen daar klikken. Hey, visverstoppertje. Ik ben dol op dit spel. Hoe speel je het? Oh, dat is hartstikke makkelijk. We hebben allebei wat scholen vissen. Ik verstop jouw vissen en jij verstopt de mijne. Dan proberen we om de beurt de verstopte vissen te vinden en ze eten te geven. Wie het eerste al zijn vissen te eten heeft gegeven, die wint. Of niet. Oké, ik moet de scholen vissen verstoppen. Juist, Freddy. Je kunt ze ook draaien om het nog moeilijker te maken. Klik op de knop spelen als je alle vissen verstopt hebt. Ik wil sowieso even een potje spelen. Ik moet de vissen van Luba's verstoppen. Oké, spelen. Oké, dus je moet die vissen moet je dan gewoon neerzetten. Je kan ook draaien, maar ik weet niet of dat dan dat je ze op moet leggen of zo. Oh, zo, draaien. Kijk, oh handig. Dan zet ik een paar hier. Super droog dit. En hij kan waarschijnlijk niet zien waar die vissen liggen. Ja, het is gewoon puur gewoon zeeslag. Oké, die ga ik daar neerzetten of zo. Deze kunnen misschien wel een beetje... Ja, het midden is altijd wel cliché. Ik doe hem daar. Nou, die kunnen we niet echt draaien. Die doe ik dan... ja, deze is makkelijk te vinden. Gewoon daar zo, ja. Lekker veel zoeken. Ja, een soort zeeslag. En nu? Nou, spelen klik of moet ik gewoon wachten nu? Groen. Schoen. Wat moet ik doen dan? Groen. Groen schoen. Druiven. Spelen. Oké, we gaan spelen. Ik ben hier hartstikke goed in, dus jij mag eerst. Als je een vis vindt, eet hij het eten op en produceert luchtbellen. Oké, Lubas. Probeer niet al het eten op te eten. Oké. Ik heb nog nooit zeeslag gespeeld. Bof, man. Heb je nog nooit dat spel gespeeld? Zeeslag is leuk. Oké, we gaan hier... Geel? Hotdog. Wow, die is mis. Paars. Shit. Watermeloen. Sorry, Lubas. Waarom moet hij iets zeggen dan? Maar hier, Eva heeft hem hier geplaatst. Ik doe hem eens daar. Wat dacht je van oranje druiven? Nee, die is mis. Geel. Hotdog. Daar zit helemaal niets. Ik heb helemaal geen zin om dit te spelen. Ik hoef verder. We moeten die zaak oplossen. Ja, laten inderdaad. Laten we weer aan de slag gaan. We gaan hier geen spelletje spelen. We spelen al een spel. Dus dubbel spel. We gaan door. Oké. We gaan eens even naar links. Oh, hé! Hey, dat is mooi. Even wachten. Ja. Oh, even wachten. Kunnen we springen daar naartoe? Oeh! Oké. Ja. En dan... Nu! Yes! Ah, dat is mooi. Dit is mooi. Goed gedaan! Dat ging makkelijk. Nou, we hebben in ieder geval weer een paarse zeeegel. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Dus even kijken. Ja, zo. Je moet er zoveel mogelijk gaan zoeken. Nou, ik denk dat we nu eigenlijk wel weer helemaal terug kunnen gaan. En dat we dat pretpark kunnen bezoeken. Nou, de relkaart heb ik natuurlijk die pion voor nodig. We hebben dan paarse zeeegels nodig voor de mop. En dan gaan we hier naar beneden. Kijk, en dan gaan we deze met een handtekening deze brief brengen aan deze mevrouw. Alsjeblieft. Kijk, nu mag ik naar binnen. Hier is de vergunning met de handtekening van burgemeester Marlijn. Oh, geloof je het zelf? Wel, heb je me ooit. Ga maar naar binnen, maar vergeet niet wat ik jullie heb verteld. Ja, dat ik weet het. Dat zeemonster is enorm. En het is kwaadaardig. Niet bang zijn, hè, Freddy? Niet bang zijn, Lubas. Kom wel goed, denk ik. Hé, nou, het ligt gewoon voor het oprapen, die dingen daar. Hoppakee. Ik heb er nu drie. Worden nog rijk. En ik kon met drie kon ik een mopje kopen. Zal ik eens dat mopje gaan kopen? Wat is dit trouwens voor een ding? Wat is dit? Dat stinkt verschrikkelijk. Kijk naar die enorme hap die iemand eruit heeft genomen. De bek van een zeemonster is groot genoeg voor zo'n hap. Ik dacht precies hetzelfde, Lubas. Het zeemonster heeft dit vast zitten eten en een stukje laten vallen.
Oké, okay, maar we hoeven daar niks mee te doen of nemen we het mee? Oh, we nemen het mee! We zitten het monster dicht op de hielen. We moeten dit stukje laten analyseren. Ah, en dat kan natuurlijk... Die bemoeizuchtige kinderen gaan mijn mooie plannetje in de war schoppen. Hoe kan Lubas zweten onder water? Nou, ik denk eigenlijk precies hoe SpongeBob ook, zeg maar. Ja, dit was heel sus. Dit was heel sus, ja. Ik denk precies zoals SpongeBob ook aan het zweten is af en toe. Oké, we gaan die paarse zegels brengen. Woordspelingen. Klop, klop, moppen of raadsels. Ja. Drie paarse zegels per stuk. 1 krab per klant. Dat is duur. Voor die prijs moeten ze wel erg grappig zijn. Nou, als je de grap die je koopt niet leuk genoeg vindt... Ja, kan je hem omruilen. Kun je hem terugbrengen. Ja, 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 ik weet voor het. Een andere. Ik Dank weet je. Het. We willen een grap kopen. Ja. Oké. Okay. Woordspeling, klop, klop, mop of raadsel? Ja, ik vind woordspeling... We hebben 3 paarse zee-egels. Ik vind woordspeling wel beter. Toch? Of niet? Dat is denk ik wel de sterkste. We hebben 3 ja, ja, ik weet het. We willen een grap, alstublieft. Welk soort, mijn kleine vriendjes? Een woordspeling? Woordspeling, klop, klop, toch? Of een raadsel? We gaan voor woordspeling. Ik wil er graag 1. Ze kosten 3 paarse zee-egels per stuk. Ja, en dan nog 1? Alstublieft, nog een paarse zee-egel. Okay. Er komt er nog 1 tekort. Weet ik, maar die ga ik je geven. Alsjeblieft, nog een paarse zee-egel. Fantastisch. Mocht het niet goed zijn, dan kan ik hem omruilen. Dus dat is wel relaxed. Formidastisch, hier is je woordspeling. Ik hoop dat hij goed is. Ik hoop dat ik er zelf ook om moet lachen. Oké. Ik kan hem niet zien, maar misschien kan ik op klikken en dan lees ik hem je voor. Je kunt hem altijd komen ruilen voor een ander ja, soort weet ik, weet grap. Ik zal eraan denken. Dank je. Oké, ik wil even op klikken, want ik wil weten wat erop Volgens staat. Volgens mij heb ik dat nu niet nodig. Oh. We weten nog steeds niet wat, maar we komen snel genoeg achter. We gaan namelijk naar de plek van de schelp. Even kijken, waar zat die nou? Daar zo. Oké, laat hem gebruiken op die ding. Komt-ie. De antiloop is het luisterdier. Een bij bijt niet. Een bij steekt. Wat? Dat? Hoe kan dat? De schelp vond jouw woordspeling niet leuk, Lubas. We moeten de schelp een ander soort grap vertellen. Jeetje, wat een zeikschelp. Lach er gewoon om. Je hebt maar 1 taak. Oké, nou dan moeten we... Zullen we dan gewoon een raadsel doen? Ik weet het niet. Ik wil hem ruilen voor die. Ik wil mijn grap inruilen voor een ander soort grap. Ja. Komt in orde. Voor welk soort wil je hem ruilen? Ja, ik denk dan... Voor een raadsel, zal ik voor klop, klop gaan? Nee, ik ga nu voor raadsel. Oké. Gaan we terug. Zo. En dan geven we deze aan hem. Kijk of dit wel beter gaat. Wat is groen en drijft? Ik weet het niet. Andrijvie. Ja, jongen, echt. Volgens mij... Vond die schelp... Volgens mij is hij zo ingesteld dat je gewoon per se 3 keer moet ruilen. Dus als je een nieuw spel speelt en je gaat dan... Ja, bijvoorbeeld woordspeling, klop, klop doen. En dan bij raadsel lacht hij dat het de derde misschien is die dan... Ja, misschien, ik hè. Oké, we gaan hem omruilen. We hebben nu een klop, klop. Nou, als dit niet werkt, dan... Ja, dan weet ik het ook niet. Oh, wacht, ik ga verkeerd, sorry. Pa, 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 pa. Nou, let op, daar komt hij hoor. Klop, klop. Dit moet werken. Klop, klop. Wie is daar? Pietje. Pietje wie? Pietje precies. Echt zo droog. Maar ja... Goeie Luba. Ik heb de bout. Oké, maar die moersleutel moeten we nog hebben. En voor die moersleutel moesten wij... Wat moesten we ook weer pakken? Een fles, oké. Moeten we eerst even die man gaan helpen door zo'n soort van groot iets te vinden. Oké, dus we gaan sowieso, dat moet nu, richting het pretpark. De koraalgrot. We kunnen verschillende kanten op. We komen van links. We kunnen naar linksboven, rechtsboven en naar rechts. Zullen we gewoon linksboven pakken?
Wat is dit nou weer allemaal? Oké, okay, heel apart, maar... ik kan daar denk ik niet heen. Die tetra's nemen hun taak serieus. Ze zijn te druk met hun oefeningen om ons op te merken. We moeten iets bedenken om ze weg te leiden van de deur. Ja, ik weet al waarschijnlijk hoe. En dat kan natuurlijk met dat boekje van die Sandra. Hè? Die heeft een boekje en daarmee gaat het goed komen. We gaan terug. Daar kunnen we niet verder. Laten we naar daar gaan. Wie weet wat we daar kunnen vinden. Een paarse zee-egel! Een paarse zee-egel die wil dat ik hem opraap. Kijk. Mooi. Kunnen we lekker gaan sparen, want ik volgens mij... Het eerst. Volgens mij had ik die paarse zee-egels nodig voor die grijpmachine. We hebben één paarse zee-egel. Ja, ik weet het, ik weet het. Kun je hier nog wat mee doen? Nee. We gaan verder. Oh jee. En we hebben lijm nodig om dit natuurlijk aan elkaar te lijmen. Maar hoe kwamen we ook weer aan die lijm? Wat had diegene nodig? Weten jullie dat nog? Oh, deze kruik is gebroken. Ja? We hebben lijm nodig om al deze stukjes weer aan elkaar te lijmen. Team lijm. Team lijm. Dankjewel, FB Games. Hey, ik ga je vertellen, maar het blijft ons geheim. De meeste mensen zeiden in de chat voor Team Lijm. Het leven blijft niet plakken, maar dat is toch super stom. En ik moet je wat bekende mensen lachen er dus om. Dankjewel voor deze sound alert. Sound alert. Team Lijm. Team Lijm. Team Lijm. Het blijft wel fijn. Yes. Team Lijm. Team Lijm. Team Lijm. Het blijft wel fijn. Team Lijm. Gerard. Team Lijm. Volgens mij was dat niet goed. Oké. Okay. We gaan hem volgen. Zo, 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 zo. En dan gaat hij daar naartoe. Vervolgens daarheen. Oké, okay, dit moet wel gaan lukken, denk ik. We gaan eerst daarheen. Dan zo. Yes. Dennis Duin zegt, ik voel me oud met Freddy. Ja, heerlijk. Nostalgie eventjes hier op je beeldscherm. Ook voor mij. Ik heb namelijk... hoeveel games gekocht? Ik heb volgens mij... Waren het er 30? Nee, nee, niet zoveel. Ik heb alle games gekocht van Freddy Fish. Alle games van Poet Poet. Alle games van Pyjama Sam. Echt alles. Ook Spy Fox, ja. Het is ons gelukt, Loopa. Yes. Ja, we zijn goed. Een bril. Zie ik er zo slimmer uit, Freddy? Veel slimmer, Loebas. Laten we hem veilig wegstoppen. Zeker. Ah, die bril, dat weten we. Hè. We weten hoe we die... Oh! We weten hoe we die, waarvoor we die nodig hebben. Dus we gaan die gelijk maar even brengen, denk ik. Zullen we dat doen? Dat is wel handig, denk ik. Oké. Okay. We gaan hier even terug. Daarheen. En vervolgens daar. Handig, hè, dat escape. Waar was ook weer die bril, mevrouw? Wie was dat ook weer? Wie had het nodig, die bril? Hij toch? Ja. Oké, okay, alsjeblieft. Hier, bril. Hij lijkt een beetje op de baron. Mijn bril? Mijn bril! Nice. Hoppakee, staat hem veel beter. Ik kan weer zien. Ik kan weer zien. Dank jullie wel. Oké, okay, we hebben nu dat ding gekregen. En dat is mooi, want... Mogen wij de microscooplens hebben? Ja, alsjeblieft. Uit mijn ogen met dat ding. Mijn ogen waar ik nu weer mee kan kijken. Het zit toch zo goed in elkaar, dit spel. Zo bedankt. Leuk bedacht. Nee, jullie bedankt. Welk spel ik altijd speelde van Freddy Fish was en de spoken op school. Ja, er waren twee haaien. Echt een beetje lompe haaien. We kunnen trouwens ook gaan grijpen, want we hebben zo'n... ja, nou, dat komt later wel. Misschien hebben die paarse zee-egels beter nodig voor andere dingen, dus... Ik zie ook iemand bij de kapper zitten, of niet? Zit er iemand naar binnen? Oh ja, maar oké. Okay. Ik ga eens vragen wat hij wil. Ik kom terug als ik een nieuw kapsel wil. Wat ik met jouw haar allemaal niet zou kunnen doen. Oké. Okay. Nou, die heeft gewoon een lekkere schoonheidsbehandeling of zo. Oké, okay, we gaan weer verder naar die kant. Want we gaan namelijk dat ding laten analyseren. En dat kon volgens mij... Waar kon het ook weer? Dankjewel voor de follow, Cheeto.
Waar kon dat ook weer? Even kijken hoor, waar was dat nou? Ergens binnen toch? Maar niet daar binnen, want dan ga je naar de burgemeester. Nee, dat was daar naar boven toe. Of moesten we helemaal terug? Nee, toch? Hier toch, zo? En dan daarheen. Oh nee, terug, terug. Het was in dat grotje volgens mij. Zo. Nee, dat was Sandra. Dan toch eentje terug. En dan toch daarin. Ja, het was daar toch in. Zo. Dan geven we deze aan die vent. Zo. Probeer deze lenses eens, Steen. Ja, grafisch ziet het er iets beter uit dan normaal. Omdat Dominius mij geholpen heeft. Dat heeft het hem. Met de settings van de game. Ik kan weer door mijn microscoop kijken. Bedankt, Freddy en Lubas. Graag gedaan, hoor. Ja, dus je kan dat instellen met F5. En dan bij bewerken kan je dus andere graphics toe-eisen of toepassen aan de game. En daardoor ziet het er wat beter uit dan normaal. We gaan dit ding even geven, want dat kan hij analyseren als het goed is. Hoop ik. Kun je dit voedselmonster eens bekijken? We hebben het in de koraalgrot gevonden. Kijk maar even, jongen. Helemaal dit de onderrook. Voedsel is uniek. Het is een soort zeekaas die alleen voorkomt in tetragrotten. En het wordt alleen gegeten door zeemonsters. Jackpot! Dat dacht ik al. En nu ik eraan denk... Kijk eens naar deze sleutel die ik laatst heb gevonden. Er zitten resten van hetzelfde voedsel op. Waarom nemen jullie de sleutel niet mee? Die komt misschien nog goed van pas. Voedselmonster. Ah, oké. Okay. Ja. Lubas, we moeten dus een kijkje gaan nemen in deze tetragrot om aanwijzingen te vinden. Oké, okay, we hebben een sleutel voor, daarvoor in de plaats gekregen voor wat we net hebben onderzocht. Hey, zonnig dagje. Nou, dat is het niet meer zo heel erg. Het was wel een lekker zonnetje vandaag. Maar welkom bij de stream. Leuk dat je erbij bent. We spelen een keer Freddy Fish. Dit is de allereerste keer dat ik deze game stream eigenlijk. Ik had er wel zin in. Want ik al zei, ik heb al die spellen gekocht van de ontwikkelaar. Ik denk nog steeds dat we deze sleutel misschien voor die deur nodig moeten hebben. Maar dat kunnen we voor mij nog niet gebruiken, of wel? Even kijken. Nee, ik kan daar niet doorheen komen. Nou, dat is een vrij racistische opmerking. Naam, dat ga ik niet voorlezen. Even kijken, we gaan hier naar boven. Oh ja, daar zijn we al geweest. Die modder. Ja. Even kijken hoor. Dan gaan we daar naartoe. Ik zie een medaille, maar hoe kan ik daar in vredesnaam bij komen? Dat is een medaille. Volgens mij heb je gelijk. Je bent de lijn vergeten, Vince. Nee, dat kan nog niet, toch? Nee, de lijm kan ik nog niet pakken. De medaille ligt te ver weg. Als mijn magnetische persoonlijkheid de medaille maar zou kunnen aantrekken. Even kijken hoor. Maar moest ik wat brengen bij die lijmmannetje dan of niet? Of ben ik iets vergeten misschien? Nee toch? Ik weet het niet. Dat is ook een eng monster. Moet je kijken joh. Zo. Kijk nou. Waar we nog niet zijn geweest, dat is één plek. Dat is hier naar rechts. Dus daar kunnen we nog even kijken nemen. Oh jee. Ik zie een pion. Michiel de Muiter. Als in Michiel de Ruiter, denk ik. Maar hoe kom ik aan... Hey, een paarse zegel. Kijk, Lubas. Ja, lekker man. Lubas, kijk. Er zit een oranje veiligheidskegel in. Dat is precies wat die meneer met dat ruilkaartenhuis nodig heeft. We moeten het voor hem te pakken zien te krijgen. Maar hoe komen we daar binnen dan? Kunnen we daar überhaupt in komen dan? Hierdoor misschien... kun je het wrak in. Misschien met die moersleutel. Zit op slot. Weet je het zeker? Die graphics. Ja, we moeten een andere manier zien te vinden. Hé, hey, er ging wel een vis uit. Kan niet Lubas daar doorheen dan? Want hij is kleiner, toch? Zou kunnen. Ik ben toch rot voor dit gat? Laat mij het eens proberen.
Awesome. Ja. Mooi. Oké. Okay. Lubas, je moet de deur openen zodat ik ook naar binnen kan. Okidoki, Freddy. Oh jee, dit ziet er allemaal best wel groot uit. En ook een soort cijfercombinatie of zo. Met rood, blauw, geel. En ik zie hierboven staat wel een combinatie. Dus hoe gaan we dit doen dan? De indicator voor de gele kabel staat op de middelste positie. Oké. Maar hoe gaan we dat draaien dan? Is er een... Met dit grote wiel kun je vast de deur openen. Ja, tuurlijk. Maar dat gaat nu nog niet. Maar de deur zit op slot. Oké. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit gewoon zo dat gaat staan? Dat kleurenpatroon moet iets betekenen. Ja, dat snap ik. Maar nou moeten we nog die kleuren eventjes laten bewegen. Nou, dit is zo'n toeter. Nee, dan gaat hij weer aan trekken. Even kijken, dit is een buis. Die gaat naar onder. Oh, ik kan nog naar onder toe. Oké, nou, dat is mooi. Jeetje, wat een gedoe, joh. En hier zien we weer een machine, hè? Als ik deze kleuren verplaats, kan ik misschien de deur in de ruimte hierboven openen. Dan kan ik Freddy binnenlaten. Hey, zonnig dagje, wat lief. Dankjewel voor je donatie. Eerst een follow en nu in één keer zo'n donatie. Dat is lief. Omdat wij zo ontzettend hebben genoten van de video over Kurpfalz. We kijken altijd met veel plezier. Oh, super graag gedaan. Volgende week komt er weer een hele leuke video. En ik heb die pretparkvlog voor die week daarna ook al helemaal geëdit. Er komen best wel wat grotere parkvlogs aan. Dus ik moet een beetje vooruit gaan werken. Ja. Hey, Dave Lee. Jeugdsentiment. Dankjewel voor je 5 euro. Super lief. Even kijken hoor. Geel en blauw moeten één streepje opzij. Dus dat betekent dat we aan rood niet moeten zitten. Alleen aan geel en blauw. Oké. Gaan we eens kijken hoe we dat gaan doen. Ik zie ook nog een soort van scherm. Ik weet niet of we daar iets mee kunnen doen. En hier ook nog knoppen. Oh, nou, daar is helemaal niks mee. Nee, we kunnen hier niks mee doen. Maar ik heb wel het gevoel dat je hier nog wat mee kan doen. Maar zo te zien gaat het nog niet open. Laat ik nog een super geven aan die blauwe. Als dat lukt. Ik snap dit hele systeem niet. Zal ik eens rood doen? Dus er komt geen beweging in. Wat apart zeg. Een blauw. Nee, ja, ik geef er een draai aan, maar er gebeurt niks. Zie je het? Hij blijft op hetzelfde staan. Die kabels lijken erg op de kabels in de andere ruimte. Ja, joh, want het is aangesloten die met elkaar. Die kabels zijn precies dezelfde als de kabels in de andere ruimte. Op die vierkantjes die niet gekleurd zijn. Oh, als ik deze kleuren verplaats, kan ik misschien de deur in de ruimte hierboven openen. Dan kan ik Freddy binnenlaten. Ja, ga maar doen. Oh ja, ik snap hem. En wat was die andere kleur nou? Was dat nou rood of blauw? Ik ben het helemaal vergeten, joh. Ik moet even terug. Oh, blauw. Oké, blauw. Voor de zekerheid even gekeken. Dus we moeten blauw nog een keer eventjes omgooien naar rechts. Ah, helder zijn jullie. Kijk. Nu staat hij goed op het patroon. Nou, maak ik hem maar open. Ik probeer het nog eens. Kom maar binnen met je knecht. Yes. Lekker, man. We hebben in ieder geval Freddy, want Freddy is gelukt. Natuurlijk de sterke. Het is je gelukt, Lubas. En we nemen de pion gelijk mee. Een oranje veiligheidskegel. En die kunnen we meenemen, hè? Precies wat we nodig hebben. Ja, die gaan we gebruiken voor het dak voor die meneer, voor die moppenkom met die baby. Ik weet ook niet of ik nu nog even naar beneden kan kijken of ik nog iets met dat ding kan doen hier. Even kijken hoor. Kan ik hier nou echt niks mee doen dan? Wacht, de sleutel? Volgens mij heb ik dat nu niet nodig. Oké. Nou, dat is duidelijk. Ik houd het even in de gaten, want ik denk dat die televisie of wat het ook is, die kluis of wat dan ook, dat we daar iets mee moeten doen. Gewoon een sterk gevoel. Oké. We gaan verder op zoek. We kunnen nog verder gaan kijken naar boven, of niet? Kunnen we hier naartoe? Nee. Dus gewoon helemaal dicht. We kunnen ook niet hier ergens heen. Nee, dan gaan we even terug. En dan gaan we in ieder geval die pion eventjes regelen. Oké, even denken. De pion. Naar wie moest die? Dan moeten we hier naar boven. Gaan we langs de clown. Gaan we langs die meneer. En dan gaan we hier eens even dit verwisselen. Kijk.
Dan heeft hij in ieder geval een dak. Hey, Heartbase Working. Dit is zeker lang geleden. Ik heb deze ook nog nooit gespeeld. Deze veiligheidskegel ziet er precies zo uit als die in uw tijdschrift. Zeker. Als twee druppels water. Met deze kegel gaat uw huis er structureel gezien heel wat op vooruit, meneer. Daar kun je donder op zeggen. Neem gerust die oude ruilkaart mee. Dank je wel. Kijk. We hebben dus een oude ruilkaart. En wat ik nog weet natuurlijk, en dat weten jullie ook donders goed, dat we die kunnen ruilen. Maar voor welke kaart moeten wij die ruilen? Want ik heb nog geen idee welke kaart we nodig hebben. Voor wat, weet je wel? Ik heb nog geen aanwijzing, dus ik leef hem gewoon bij hem in. Kan ik deze kaart ruilen voor een andere? Voor welke kaart wil je hem ruilen? Weet ik niet. Ik kan deze maar beter bewaren. Prima. Oké, totdat we weten welke kaart we nodig hebben, doen we dat gewoon even zo. Oké. Wat gaan we nu doen? Even kijken, want ik wil niet vast komen te zitten. En ik heb wel een sterk gevoel dat ik een beetje vast zit nu. Ik kan even die paarse zee-egel misschien gebruiken voor dat ding, voor dat apparaat. We hebben natuurlijk lijm nodig. Ja, kijk, voor dit, de grijper. Ik weet niet of het zonde is om eentje te verspillen eraan, maar we gaan het dus doen. Zo. En dan goed kijken welke objecten daarin zitten, want ja, misschien heb ik iets nodig. Ik ga voor de neptatoeage. Wat? Daar heb ik toch niks aan? Hou recht! Recht houden! Oh, ik heb een lichtgevende ketting. Best wel mooi. Ik weet niet wat ik ermee kan doen, maar... Wauw! Gelukkig hebben we het spel een keer kunnen spelen voordat de machine kapot ging. Ja, en we hebben nu ook die mooie lichtgevende ketting. Ik draag hem wel als je hem niet mooi vindt. Nee, ik houd hem wel bij me. Ik weet zeker dat hij nog eens van pas komt. Okay, de machine is kapot. Het is niet zo dat je oneindig... Het lijkt aan een worst. Een lichtgevende worst. Oké, nou, dan hebben we toch goed gedaan. Weer een nieuw object gevonden. Oké, die man is ook wel tevreden zo. Nou, dan laten we hem verder met rust. Wat moeten wij nog doen nu? Even kijken. Die mevrouw van die toffee, moet ik niet iets aan haar geven of zo? Dat kan misschien ook wel. Zou ik dat ding aan haar geven? Daar heb ik helemaal niets aan. Hoe lang zit je al in de toffeeverkoop? Mijn hele leven. Zalms Toffees was de winkel van mijn oma. Ik stam met een oude familie van zalmen die toffeewinkels runden. Kun je dat niet zien, Nan? Oh, ik zie het wel, ja. Ja, ik weet niet wat ik hier nog mee doe. Ik kan hier wel kiezen uit een scheut sambal, knoflook. Misschien heb ik iets nodig om te geven aan een bepaald iemand misschien of zo. Brutale zalm. Moet ik brutale zalm pakken? Wat is brutale zalm dan? Even kijken, hete brokjes, jollige jus, kiwi knauw, bram peper. We hebben die niet. Even kijken hoor, brutale zalm. Maar misschien hebben we hete brokjes nodig. Zal ik die eens laten maken? Om van te watertanden. Oh, hij vindt het ook gewoon niet heet of zo. Nee, die zalm is brutaal, dat vrouwtje. Jollige jus. Maar welke hebben we dan nodig nu dan? Want misschien hebben we gewoon een bepaalde toffee nodig voor die man met die lijm. Of die vrouw met die lijm. Maar ja, wat zou ze dan willen? Zilte garnaal. Moet ik... Ja, ik kan ze allemaal een keer proberen. Scheut sambal. Misschien die. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Even met de lijmmevrouw praten. Ja, dat is een goeie. Ik ga wel even met haar praten. Komt-ie? Ik wil deze ook eventjes eten. Sambal. Scheut sambal. Bah, niets meer van die smaak. Ik wist het. Oké, we gaan even naar die mevrouw toe. En die zat helemaal links. Kijk, even, ik wil die lijm. Hoeveel kost de lijm? 1 paarse zeegel. Oh, dat was maar 1. Oké, dit ga ik geven. Sowieso. Ik wil graag wat lijm kopen, alsjeblieft.
Hoppakee, lekkere cashier. Dan ben je hier aan het juiste adres. Ik kan je de allerbeste ultra-fantastische elastische lijm aanbieden. Alsjeblieft. Team Lijm. Kijk, dat bedoel ik. Bedankt. Team Lijm. Daar is die. Hij is ook weer zo weg. We hebben de lijm. Daarmee gaan we dat ding repareren. Even denken, waar vonden we die ook weer? Ik geloof dat we dan de koraalgod in moesten. Klopt dat? Heb ik dat goed? En dan was die ergens hier links of niet? Ja. Oké, okay, nice. En dan gaan we de lijm daarop gebruiken. Komt lijm goed. Is handig. Maar ik moet de stukjes wel op de juiste plek zetten. Ja, dat had ik al verwacht. Oké. Okay. Het begint ergens op te lijken, Lubas. Dat stukje past perfect. Goed gedaan, Freddy. Ik dacht dat stukje hoort daar. Dit moet toch niet heel moeilijk zijn, maar... Dat stukje past perfect. Maar, oh, dat moet daar op zijn. Goed gedaan, Freddy. Dat zie je wel. Helemaal klaar. Jongens, heerlijk. Haal. Lekker lijm erop. En het wordt allemaal gefixt. Kijk, dat is mooi. Nu kunnen we dat ding terugbrengen naar die man die zat te blazen op dat ding. Oh god, ik hoor muziek. Het is heel eng daar, dat stukje. Nee, ik vind dat eng. Ba-da-da-da-pam. Hoe kun je lijm onder water? Ik weet het echt niet. Alles is mogelijk. Oké, deze gaan we aan hem geven. Alsjeblieft. En dan pakken we die voor het bootje. Probeer deze kruikens. Hij past bij de rest van je set. Het lijkt wel alsof we de kruikenfamilie hebben herenigd. Meen je dat nu? Mag ik deze kruik houden? Natuurlijk. Laat hem niet vallen. Hier, neem deze glazen fles. Hij gaat sowieso een liedje spelen voor ons. Bedankt. Hé, Nim. Hé, leuk om te horen, Nim. Ik heb je nog niet eerder in de chat gezien. Ben je nieuw? Leuk, gezellig. Nou, een lekker geluidje. We gaan gelijk even die fles inleveren. Bij die man, helemaal links zat hij. Kijk hoor, hij niet. Kijk, en dan kunnen we die moersleutel pakken. Dit is zo heerlijk. Kijk, deze geef van hem. Ik hoop Hoppakee. Dat deze fles groot genoeg is. Wow, fantastisch. Oh ja. Laten we eens een poging wagen, oké? Prima. Ja, daar gaat hij. Oh, nee, wat doet hij? Oh, ja. Oké. Wat een geweldig cadeau hebben jullie voor me meegenomen. Graag gedaan. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik mijn werk vriend. Niet uit elkaar hoef te halen. Het spel is leuk. Je kan het gewoon via Steam halen, maar er is een bundel. Op Humble Bundle kan je alle games kopen voor 11 euro. Ja. Heb je de moersleutel nog nodig? Zorg dat dat gereedschap der vernietiging mij niet meer onder ogen komt. Mijn creatie is veilig in zijn permanente huis. Bedankt. We zullen er voorzichtig mee zijn. Ja, kijk. Nou, dat moersleuteltje, we weten allemaal wat we gaan doen nu. Sowieso in dit winkeltje, of we gaan het winkeltje fixen. We gaan het bord eventjes op zijn goede plek zetten. Dus, deze gaat daarin. De bout. Yes. En natuurlijk even aandraaien met de moersleutel. Oh, ja. Jongen. We zijn er bijna. Alles wat ik nodig heb, is iets om deze bout mee vast te zetten. Ja, maar dat heb ik Zoals toch al. Zoals een moersleutel? Ik dacht, automatisch doet hij dat wel. Oh, nu gaat ze weer. Oké. Ja, en deze erop. Die kop ook van die vent daaronder. Ja! Maak het wel even vast. Ja, goed zo. Het is gelukt! Je bent vrij, Sam! Top. Topper de top. Nu kunnen we kijken wat je allemaal in je winkel hebt. Helemaal te gek gaaf om weer aan de slag te kunnen. Ik vind het een hele enge vent. Nou, we gaan hier naar binnen. Ik heb nog steeds die soort van nek ding, hoe heet dat? Iets voor om je nek. Oké, dit is een soort visserswinkel. Oh, ik heb die natuurlijk nodig, die vishengel, om die medaille te pakken. Juist. Hoe kan ik die pakken? Eerst met hem praten. Maak jij al die schelpenkunst? Nee, maar ik schrijf er gedichtjes over.
Mag je wel magneet trouwens. Wil je een gedichtje voor ons opzeggen? Kom naar de poëzieavond. Dan hoor je een hele hoop. Cool. Oké, we gaan eens even... We kunnen ook op zo'n schelp klikken. Oh. Ze rollen alleen maar met hun ogen. Oké. Een magneet kan handig zijn. Hoeveel kost het? Het is gratis. Oh. Dit is mijn cadeau voor jullie. Oh, wat lief. Omdat jullie geholpen hebben nou. Een uithangbord te repareren. Ja, ik dat denk... Dat is toppie. Hij wil weer een paarse zegel, dit maar ik heb niks meer. Dit is de beste winkel ooit. Hij is een goed zak. Hij is echt een goed zak. Oh, die oogjes volgen ook mijn muis. Zie je dat? Al die oogjes die... Kijk, die kijken naar mij. Naar mijn pijl. Kan je op klikken ook? De hele foute smerige smeerpijperijmuziek. Nou, we hebben in ieder geval die magneet. En ik denk dat die magneet dan voldoende is. Dat we niet een vishengel nodig hebben om die medaille dan te pakken. Dus laten we even naar dat plekje gaan van die medaille. Als ik het nog uit mijn hoofd weet. Ik hoop het, ik hoop het. Oké, dan gaan we hier naar binnen. Hey Glenn, welkom. Dan gaan we daarheen. Heb ik dat goed? Ik denk het niet. Dus we gaan even terug. Ja. Dan gaan we hier waarschijnlijk naar boven. Ja. En vervolgens daarheen. Juist. Kijk of dit lukt. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Magneet op dat ding. Ja, hij doet het. Yes. Hoppakee. Het is jammer dat jij de magneet bent kwijtgeraakt, Freddy. Ach ja, we hebben hem niet meer nodig. Dat klopt. Kijk, lekker. Een magneet was juist wat we nodig hadden om de medaille hier te krijgen. De aantrekkingskracht spreekt voor zich. Dat is heel mooi. Want die medaille gaan we natuurlijk brengen bij dat vrouwke. Waar zat dat vrouwke nou precies? Even denken, waar zat die vrouw? Bij het begin toch? Hey Tim Reinders, welkom. Welkom, welkom. Leuk dat je er bent. Ik geloof dat we dan hierheen moeten gaan voor die vrouw. En dan daarachter. En dan daarheen. Oh nee, terug. Zelfs dat verkeerd, joh. We moeten natuurlijk daar naar boven. Kijk, hier zo. Juist. Kijk eens, Sandra. Ik heb voor jou deze prachtige medaille opgevist. Hier heb je je medaille. Alsjeblieft. Nee, maar het is mijn medaille. Hij past precies op het lege plekje op je uniform. Natuurlijk. Heel hartelijk bedankt. Jullie allebei. Oké, maar nou mag ik dat boek hebben natuurlijk. Heb je het oefeningenboek nog nodig? Nee, jullie mogen het hebben. Bedankt. Yes, oké. Nu kunnen we met dat boek waarschijnlijk die vissen aansturen die deur bewaken. Die ene deur... Oh, ja, de pion staat daar natuurlijk. Die hebben we natuurlijk gebracht bij die man. Maar ik weet nog steeds niet wat moet met die ruilkaart. Maar daar komen we misschien later wel achter. Waarschijnlijk wel. Oké. We gaan dus naar die deur. Dan moeten we weer naar de koraalgrot terug. Zo. En die gaan we dan gebruiken op die vissen. Als dat lukt. Oh jee. De zeekaas 8. De 8. Moeten we iets anders nemen of? Lodenvin. De lodenvin? Bizarriwari. Xamfir alarm. Moeten we die niet hebben dan? Xamfir alarm. Als je Xamfir ziet verschijnen. Als je Xamfir ziet verschijnen. Kun je beter snel verdwijnen. Kun je beter snel verdwijnen. Verdwijn. Verdwijn. Op de vlucht. Op de vlucht. Yes. Ik denk dat deze gewoon echt 100% goed was. Want die wow. Vissen... Ja. Iedereen is bang van die Xamfir. Gelukkig zijn de tetra's tenminste opzij gegaan. Kijk. En dan ga ik toch nog een keer proberen. Ik weet niet zeker of het lukt. Deze sleutel gebruiken op die deur. Gaat dat lukken? Volgens mij wel. Ja.
Yes, we zijn binnen. Ja, dat was de sleutel. Eindelijk, we zijn binnen. Maar het wordt heel donker daar en waarschijnlijk heb je dan die lichtgevende die ketting voor nodig. Maar ik weet nog niet zeker, we gaan het zien. Oh. Ja. Wat is het donker hier? Dit is griezelig. Laten we weggaan. Niet zo snel. We hebben iets nodig om de grot mee te verlichten, zodat we naar aanwijzingen kunnen zoeken. Juist. Oh ja. Kijk, en die hebben wij natuurlijk. Dit komt helemaal goed. Perfect. Wow. Nou, wat mij opvalt is hier natuurlijk die brief. Die lichtgevende ketting verlicht de hele grot. Wow, ik voel me al veel beter. Nu kunnen we op zoek naar aanwijzingen over de verblijfplaats van het zeemonster. Oh, dus gelijk ook het zeemonster. Kijk eens hier. Dit lijkt wel net zo'n stuk zeekaas als we bij de ingang van de koraalgrot hebben gevonden. Oh ja. Dus dit is wat het zeemonster eet. Oké, we hebben hier een brief. Kijk wat erop staat. 1. Zeekaas halen. 2. De stadsmensen uit mijn huis verjagen. 3. 50 pond toffee bestellen en thuis laten afleveren. Dit is vast een niet vergeten lijstje met dingen die het zeemonster nog moet doen. Weet je het zeker? Absoluut. We moeten erachter komen op welk adres die 50 pond toffee afgeleverd worden. Dus daar moet het zeemonster wonen. Oké, nou dan ga ik toch even vragen aan die vrouw van die toffeetjes of die misschien toevallig een bestelling heeft gekregen van 50 pond van trofeeën. Of toffeeën, niet trofeeën, toffeeën. Ik zat zo met Sandra in mijn hoofd, met al die medailles, automatisch op een trofee uitkwam, geloof ik. Dan gaan we even naar die mevrouw toe. Mevrouw Zalm heet ze, geloof ik, hè? Nou, de kapper, hallo, hallo. Alberto Vermicelli. Ja, dan gaan we naar binnen. Ik ga het even vragen aan mevrouw Zalm. En dan laat ik ook gelijk even die foto zien. Dat papiertje bedoel ik. Heeft iemand vandaag een grote hoeveelheid toffee besteld die ergens moest worden afgeleverd? Ongeveer 50 pond toffee? Wauw, dat doet me aan iets denken, maar ik weet niet meer aan wat. Kunnen we daarachter komen? Ja, als ik me het wachtwoord van mijn computer kon herinneren, dan konden we het opzoeken. Hoe heet je huisdier? Wat is de meisjesnaam van je moeder? Nee. Ik had het wachtwoord opgeschreven op de achterkant van een ruilkaart. Maar nu heb ik de ruilkaart geruild. Vertel ons meer over die ruilkaart. Nou, ik kan me herinneren dat er op de ene kant een afbeelding van een professionele bowler stond. Mijn wachtwoord stond op de andere kant. Heb je dat gehoord, Lubas? Pepergele doler. Ja, heb ik. Hier is een beschrijving van de kaart. Als je de kaart kunt vinden, kan ik mijn computer weer gebruiken en mijn bestellingen opzoeken. Super trouw, heerlijk. Ik hou ervan. We zullen zien wat we kunnen doen. Daar ga je, Freddy. Dat papiertje ook. Oké. Nou, dan gaan we eens even naar die meneer toe die natuurlijk die kaartjes gaat ruilen. En dan weet ik bijna wel zeker dat wij in ieder geval dat wachtwoord voor die vrouw gaan regelen. Even kijken, de ruilkaarten. Ik geef het blaadje eens aan die meneer. Heb je een ruilkaart met een professionele bowler? Ja, ja hoor. Maar alleen iemand die een kaart komt ruilen mag eraan komen. Ja, ik heb er één. Ik heb er sowieso één voor jou. Kijk, hoppakee. Ik zou deze kaart willen ruilen voor de ruilkaart met de professionele bowler, alsjeblieft. Laten we eens kijken, alsjeblieft. Het was leuk om met jou te ruilen. Ja, insgelijks. Bedankt. Hij heeft ook geen neus, hè, die man, of wel? Heeft hij een neus? Nee, hij heeft geen neus. Nou, dan gaan we in ieder geval... ja, dit viel me op. Dan gaan we even weer terug. Het is wel leuk bedacht, dit spel. Heerlijk, ik weet al bijna anderhalf uur lekker zoet met zo'n spelletje. Kun je nagaan. Er zijn 5 delen van die game. 5 delen Freddy Fish. Mevrouw, ik heb je kaartje met je wachtwoord. Kun je invullen? Kijk alsjeblieft. We gaan het zien. Oh nee, is ja, dit klopt. Ze hebben allemaal geen neus. Lubas heeft een neus. Maar dat is allemaal geen neus. En het wachtwoord staat er nog steeds op. Ah, mooi. Zit. A.
Zalm. Ja, zalm. Zalm! Ik word een beetje vergeetachtig van te veel toffee. Bedankt! Oké, okay, maar gaat zij mij dan helpen achter de computer? Want ik... Ja, hallo, je moet me helpen. Ik heb nog steeds... Ik ga het nog geven aan haar. Ik wil duidelijkheid. Kun je ons vertellen op welk adres die grote bestelling van 50 pond vandaag is afgeleverd? Zeker weten. De bestelling is afgeleverd bij Bruinhoutshol, de diepste kloof van de oceaan. Dat moet de plek zijn waar het zeemonster woont. Laten we gaan. Oké. Kom in opstand, burgers. Eis terug wat van jullie is. Van ons. Ja, yeah, wat van ons is. Laten we het kwaadaardige zeemonster uit zijn hol verjagen. Laten we van het pretpark Koraalgrot een veilige en fijne plek voor de hele familie maken. Ja, yeah, verjaag het zeemonster. We staan allemaal achter je, Mario. Oh, hij is de bad guy, hoor. Zeker. Moet je die enorme kloof zien? Ben je er klaar voor, Lubas? Ja, ik ben niet bang, Freddy. Spannend dit. Spannend dit. Oh my god. Hey, Nielsje Pilsie. Dankjewel voor je follow. Welkom bij Freddy Fish. Wie waagt de rust van Xamfir te verstoren? Holy shit. Wij zijn het maar. Freddy Fish en Lubas. Oh, jij bent die beroemde jeugdige detective, toch? Je bent erin geslaagd mijn nieuwe thuis te vinden. Hoe bedoel je, je nieuwe thuis? Een zekere hebzuchtige ontwikkelaar heeft mij uit mijn echte thuis verdreven, de Koraalgrot. Hij beweert dat de grot van hem is en heeft er een pretpark van gemaakt. Je bedoelt vast Mario. Waarom heeft Mario de grot in bezit genomen als hij van jou is? Mario heeft nogal wat lef. Ik heb een eigendomsakte waarop staat dat ik de eigenaar ben van de grot. Maar zelfs dat hield hem niet tegen. Wat een onzin! Die eigendomsakte bestaat helemaal niet. Xamfir, laat ons de eigendomsakte zien. Als wat je zegt waar is, zit Mario in de nesten. Ik heb hem hier. Oei. Ja. Ik had hem hier. De eigendomsakte is gestolen. De eigendomsakte is Futsi, net als Mario. Van de regen in de drup. Xamfir, wij gaan die eigendomsakte voor je zoeken. Dit soort vuile trucjes pikken wij echt niet. Kom op, Lubas. Ik weet waar Mario woont. Weten wij dat? Dit is Mario's huis. Ziet er eerder uit als een burcht. Laten we kalm blijven. Als het ons lukt naar binnen te komen, weet ik zeker dat we Xamfir's eigendomsakte kunnen vinden. Oké, okay. Wat ik nu al opval, of wat me opvalt, is dat die haai die je ziet daar, dat is dezelfde getekende haai uit de Spoken op school. Dat is een ander deel van Freddy Fish. Maar hij lijkt er precies op. Ik ga het eentje pakken. Schattig eentje trouwens. Getver. Deze rubberen eend zit onder het kwijl. Het is een speeltje voor een hond, Freddy. Volgens mij heb je gelijk. Ik neem het toch maar mee. Sowieso moeten we die gaan gooien naar die hond. Sowieso. Kijk, let op. Hier, hondshaai. Pak je rubberen eendje. Kijk. Hij is er dol op. Nu kunnen we er langs. Als jij het zegt... Hé, hey, Gijs Wanders, welkom. Maar pak toch even die bak op. Dit ziet er interessant uit. Een gemiddeld gewicht. Wie weet wat we ermee kunnen doen. Een gemiddeld gewicht. Kijk. Juist. Oké, we kunnen daar naartoe, maar we kunnen ook daar naartoe. Wat gaan we doen? We gaan eerst maar even naar binnen. Oh.
een valstrik van Mario. Ik hoop dat we hier niet voor eeuwig gevangen zitten. Nu zitten we echt in de penarie. Nee, misschien dat komt wel goed. Wemelt het huis wel van de valstrikken. We moeten hier uitzien te komen. Dat komt wel goed. Ik zie nog een gedeelte van het gewicht. Een gewicht zou handig zijn. Kijk, we hebben twee gewichten. En ik denk dat we hier hopelijk twee gewichten op moeten doen. Anders moet ik er nog één zoeken. Een gewicht. Volgens mij heb ik dat nu niet nodig. En deze combineren? Dat gaat ook niet. En deze hierop? Volgens mij heb ik dat nu niet nodig. Oké, hoe komen we hier uit? Ik zit hier voor mij echt... Zit ik hier vast? Kijk eens naar dat raampje. Misschien kunnen we er zo uitkomen. Ik kom achter je aan, Freddy. Nou, ik weet dat Lubas daar misschien wel doorheen past. Oh nee, oh kijk, dat is mooi. Kom aan een andere kant. Leven de vrijheid! En dan zien niet we nog een gewicht. We moeten teruggaan en de akte pakken. Ja, we hebben nog een gewicht. Die het gaan we meenemen. Het is een soort gewicht. Ik zal dat voorlopig bij me houden. Suus zegt, die geluidseffecten brengen we veel herinneringen terug. Bijna 100 kijkers. Had ik niet verwacht met Freddy Fish. Leuk dat jullie er zijn. Oké, kunnen we daar naartoe toevallig? Even kijken. Even loeren. Oh, komen we weer terug bij het huis. Maar ik heb nu al 3 gewichten. En ik denk dat ik die kan combineren met elkaar. En dat we dan... Oh, ja. Ik was vergeten dat je daar naar beneden gaat. Oké, let op, hè. Als we nou eens eerst deze plaatsen... Volgens mij heb ik dat nu niet nodig. Hoe dan? Wacht even. Een gemiddeld gewicht. Kan ik deze niet combineren met elkaar dan? Nee, dat niet. Ja. Wacht even. Sst, kijk. We kunnen in een andere kamer kijken. Oh. De akte. Nu zal niemand ooit nog de eigendomsakte van Xamfeer vinden. Het is nu veilig opgeborgen in mijn muurkluis. En de kluiscombinatie heb ik in dit nepboek verstopt. Gaan we onthouden? Dat gaan we zeker onthouden. Sowieso. Oh. We moeten de kluiscombinatie uit dat netboek te pakken zien te krijgen. En dan kunnen we de eigendomsakte teruggeven aan Xamfeer. Ja toch, Freddy? Precies. Dan is dit mysterie voor eens en altijd opgelost. Nee, Trinzel. Oké. Maar we kunnen daar nog steeds niet verder. Harder duwen! Hij beweegt geen millimeter. Ik weet wat we moeten doen. Ik snap het al. We moeten natuurlijk buiten, omdat dit ding verbonden is met buiten, moeten natuurlijk dat gewicht daarin doen. En dan eerst deze. Zo. Ja, kijk. Want die komt natuurlijk onderop. Zo. Dan deze. Maar ik weet niet of die helemaal naar onder moet. Ja, we kunnen het proberen. Zo. Hij is helemaal gevuld. Dan gaan we weer terug naar binnen. Kunnen we trouwens ook zo naar binnen? Nee, toch? Dat zit waarschijnlijk op slot. Oefo. Nee, dat gaat niet. Hij beweegt geen millimeter. Ik hoop het wel. Zo. Kijk hem knuffelen, hoe schattig. Juist. Hij is open. We hebben een vaas. We moeten dat netboek met de kluiscombinatie te pakken zien te krijgen. Maar de boekenkast is de verkeerde kant opgericht. Draaiende boekenkasten zijn zo vervelend. Ik vraag mij af hoe we aan die andere kant kunnen komen. Oké, nou in ieder geval, ja, dat is wel even een dingetje. Ik zie hier een touw, maar we kunnen ook even die vaas kijken. Wat dat voor een ding is, want kan ik hem gewoon meenemen dan? Wat gaat ze doen? Oh, gewoon meenemen. Okay, ik denk dat de positie van deze vaas iets betekent. Laten we de vaas even lenen totdat we daarachter zijn. Nou ja, die vaas kunnen we wel hier op dat tafeltje zetten bij het rondje. Dat denk zou je kunnen. Dat de vaas hier moet staan? Dat lijkt me wel. Zal ik hem gewoon daarop zetten? De positie van de vaas betekent iets. Laten we het hier proberen. Ja, zet hem maar op dat rondje. Kijk. Dat lijkt me het meest logische, toch? Toch? Of niet? Even kijken, ga ik aan dat touwtje trekken nog? Rood licht. Oh, dit is weer een puzzel, hè? De kroonluchter is rood geworden. Ja, maar moet die rood?
Ik zal nog eens even aan het touwtje trekken. Wat een verdachte schilderij. Ja, daar zit natuurlijk die combinatie achter. We hebben blauw licht. De kroonluchter is blauw geworden. Zal ik het nog eens proberen dan? Hij wordt geel, groen, rood. Oké, het zijn een beetje de basiskleuren. Maar die vaas is groen. Dus ik ga hem denk ik ook gewoon groen houden. We kunnen ook nog even naar boven. Kijk wat daar is. Jeetje jongens, wat een details. We hebben een kaars. Die neem ik ook maar mee. En we zien deze ook... kaars kan ons misschien helpen. Ik denk dat ik hem een tijdje leen. Een tijdje leen, ook gaan nooit meer terugbrengen. We hebben hier ook nog weer een sleutel voor nodig. Of Mario ons in de gaten houdt. Nou ja, ik weet niet. Ik denk niet dat dit een cameraatje is. En die balk zit erop. Maar... oh, laat maar zitten. Die balk zit er niet meer op. Geen probleem. Kunnen we nou weer naar buiten dan? Oh ja, ook via de voordeur. Nou, dan kunnen we ook weer terug zo. Ja, prima. Ja. Even kijken nog. We gaan nog even terug. Want ik heb een kaars. Moeten we die kaars ergens neerzetten misschien? Is er ergens een kaarsenhouder? Ik klik zodra even op schilderij. Zodra we de kluiscombinatie hebben, kunnen we de kluizen openen. Ja, oké. Okay. Maar die hebben we nog niet. Toch denk ik dat, als we door deze deur gaan, we dan nog steeds aan de verkeerde kant van de boekenkast uitkomen. Ja, maar wacht even. Die boekenkast staat natuurlijk omgedraaid nu. Dus we kunnen nu via de deur, omdat we natuurlijk gewoon, ja, dus we hebben ontgrendeld, kunnen we natuurlijk gewoon zo naar binnen. We moeten gewoon even een ommetje maken. Kijk, en dan kunnen we dat boek pakken. Kijk, het komt wel goed. Kijk, Freddy, dat is mijn favoriete boek. Hey! Oude schreeuwen. Dankjewel voor jouw subje. 103 subjes al cadeau bedankt gedaan. Voor je subje. En ook eentje aan Tim Reinders. Volgens mij de allereerste voor deze stream. Dankjewel, DSRB Gaming. We gaan weer snel door met Le Game. Het boekje valt eruit. Lubas, jij hebt een boek uit Mario's boekenkast gestolen. Sowieso, sowieso. Huh? Oké, die gaan we nu openen natuurlijk. Oh, dat doet ze automatisch. En daar zit het de is het netboek. Combinatie in. Het is de combinatie voor de kluis van Mario. Oké, wow. Wow. De vaas moet dus duidelijk niet op het rondje, maar die moet op dat soort sterretje. De kaars moet in die kandelaar. De kandelaar moet op blauw. En de combinatie 611. Gaan we dat onthouden of niet? We gaan dit onthouden. Deze sleutel moet ook belangrijk zijn. Oké, deze vaas, die zetten we op de ster. Zo. Ja. Blauw licht. Zo. Oké. Okay. Dan nog dat ding vinden waar we die kaars op kunnen zetten. Ik zie die niet zo 1, 2, 3 hier in deze kamer. Dus wellicht komen we daar dadelijk achter. Maar we gaan eerst eens even die sleutel gebruiken. En dat kan als we daar naar boven gaan. En dan vervolgens die sleutel gebruiken voor dat standbeeld hier rechts. Dat paarse standbeeld hier. Komt ie, hè? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Gaan we het zien. Misschien gaat die open. Is het een soort kluisachtig iets ook? Kijk! Oh! Een geheime ruimte. Zes. Eén. Twee. Bevestig. Bevestig. We hebben die combinatie gedaan. De combinatie. En dan kan hier de kaars in. Toch? Dat was de bedoeling, hè? Oh, die moest deze natuurlijk... deze kaars hoort wacht, in een... die moest op een bepaalde plek. Die moest in het midden, ja. Oké, hebben wij dit nu opgelost, dit raadsel? Hé, nee, het is Kabouterlul. Dankjewel voor je subje. En we hebben... jongens, laat je horen. Voor... livestream, dankjewel voor je subje. Bedankt voor je flappen. Bedankt voor je flappen. We hebben een hype train. Daar komt ie. Zeker, laat je horen. Allemaal even in de chat, jongens. De hype train is begonnen. Maak plaats voor de hype train. De kolen zijn weer gevuld. Jazeker. Iedereen aan boord. Absoluut. Ja. Yeah! Hoppakee, hype is in de chat, jongens. Wat is dit heerlijk. Dank jullie wel voor de... en wrijven in die klauwkies. Dank je wel, Dave. Nee, superleuk, jongens. Dank je wel. De hype train is weer begonnen. Jeetje, jongens. We hebben daar de akte. Heel mooi. Hier is de eigendomsakte. Er staat in dat de koraalgrot van Xamfir Duncan Dogberry Valentine is.
Net zoals Xamfir al zei. Bewaking! Bewaking! Er zijn indringers op het terrein! Er zijn indringers Jorrit. Op het terrein! We Dankjewel, zijn in staat van oorlog! Het is een anarchistische toestand! Bewaking! Hoe zijn jullie binnengekomen? Jullie staan allemaal onder arrest. Allemaal onmiddellijk stoppen. De burgemeester. Ik begrijp dat er een conflict is over de rechtmatige eigenaar van pretpark Koraalgrot. Wat is er allemaal aan de hand? Mario zou gearresteerd moeten worden voor diefstal. Deze eigendomsakte bewijst dat de Koraalgrot van Xamfir is. Is dit waar? Mario? Wat heb jij daarop te zeggen? Wat is dit nou weer? Nu begrijp ik waarom Xamfir in zo'n angstaanjagend zeemonster is veranderd. Mario heeft zijn huis vernietigd. Oh. Dit hele gedoe is een schuld van Mario. Kijk dat monster! Deze eigendomsakte bepaalt dat Xamfir Duncan Dogberry Valentine de eigenaar is van de koraalgrot. Hiep, hiep, hoera! Het spijt me dat ik jullie allemaal zo aan het schrikken heb gemaakt. Ik probeerde alleen maar Mario tegen te houden. Dankzij Freddy en Lubas hebben we hem een lesje geleerd dat hij niet snel zal vergeten. Mario zal nog een hele tijd bezig zijn met deze troep op te ruimen. Dat is de straf die hij heeft gekregen. Als de wettige eigenaar kun jij kiezen wat er met de koraalgrot gebeurt. Wat vind jij? Oh, ik dacht dat ik zelf mocht Laten kiezen. Laten we deze muren en dit hek afbreken. Nu kunnen we allemaal in de koraalgrot spelen. Is dat het hele pretpark? Ik had wel een vette achtbaan verwacht en een leuke carousel, maar blijkbaar is de grot al Ja, goed, oké. Okay. Oh, wat is dit nou weer? Wat is dit dan? Opnamestudio? Productie? Webontwikkeling? Wat is dit nou weer? Regie, Luc van der Put. Techniek, Ivo van Groningen. Opnamestudio. Groep Rotterdam. Hé, het is in Rotterdam opgenomen. Echt? Wat grappig. Achtergronden. Hoofd, René Leiby. Inkeuring, Ronda Con. Ja, dit is natuurlijk niet een Nederlandstalig spel. Maar voor die opname is het natuurlijk wel Nederlands. Muziek, wie heeft de muziek gemaakt? Dialogen geschreven door Julia Hill. Oké, heel random dit ook gewoon. Is dit gewoon de aftiteling? Stemtalent. Stemmen met de stemmen van Annette Tutongi als Freddy Fish. Dat is natuurlijk niet de Nederlandstalige stemmen. Ja, oké. Hoe zet ik het af dan? Is dit het? Dit is het gewoon. Ik kan niks meer afsluiten nu. Nee, ik kan... hier zo. Opnieuw stoppen. Nice, man. Al het goede. Stoppen. Het is allemaal goed gekomen. En superleuk hoe... Ik mis wel een beetje een soort van afsluiting. Freddy Fish die vloog dan weg, maar... Ja, dit is toch volgens mij het laatste spel van Freddy Fish. Superleuk.